Welkom Ton de Kok, welkom Piet Omen van ASML. We zijn hier op de TU Eindhoven en we gaan praten over de manier waarop de coronacrisis het Nederlandse maakindustrie heeft geraakt en in het bijzonder ASML. Piet, mag ik eens met jou beginnen? Op welke manier heeft de crisis jullie als bedrijf geraakt? Nou, in het begin was het toch wel ver weg, hè? Dus vooral China speelde het begin. En dus onze lokale supply chain daar, die werd als eerste geraakt. Het was vooral heel veel onduidelijkheid in het begin. En vanuit daar kwam die onduidelijkheid naar Europa toe. En je zag dat complete landen dichtgingen. Daarna kwamen de regulations, kwamen er mogelijkheden om open te gaan en konden we weer doorstarten. En vanuit daar zijn we eigenlijk de boel eigenlijk gaan proberen te ontlokken, om het zo maar te zeggen, te ontsluiten. En dus wat hebben jullie in de organisatie daarin opgepakt? Hè? Wat hebben jullie neergezet om dat allemaal te... We hebben een centraal crisisteam neergezet voor onze supply chain. We hebben daarvoor eigenlijk het draaiboek gebruikt, wat we toen de tijd ook voor ProDrive gebruikt hebben. Dat is een leverancier van ons die toen de tijd een brand heeft gehad. Alleen dit is natuurlijk een veel grotere schaal. Maar wel hetzelfde concept. Een crisisteam centraal die eigenlijk alle supply managers aanstuurde om informatie binnen te trekken, om te begrijpen per land of per regio wat er aan de hand is. En daarop acties te nemen, om het zo maar te zeggen. Ja. En jullie hebben als ASML een vrij uitgebreid supply netwerk. Een aantal lokale partijen, maar ook internationale partijen die daar een rol in spelen. Op welke manier heeft dat een rol gespeeld in zowel de manier waarop de crisis bij jullie binnenkwam als jullie aanpak om die crisis te handelen? Dan hadden we één globale approach naar iedereen toe, naar alle regio's toe. Maar je zag wel dat er heel veel lokale verschillen waren. Dus Maleisië ging opeens dicht. Dat is een government die kondigt dan een sluiting aan. En dan ben je gewoon, dan ben je wel specifiek bezig met die lokale regelgeving om daar een maatwerk voor te maken, om het zo te zeggen, om daar weer een vrijwaarding voor te krijgen, om het zo te zeggen. Ja. En lokaal de supply netwerk rondom Veldhoven en omstreken? Ja, Nederland was eigenlijk qua supply best stabiel. Natuurlijk hadden bedrijven een hoge ziekteverzuim, maar hebben heel snel regels toegepast. Hè. Het scheiden van groepen, afstand houden, dat is vrij snel allemaal geïmplementeerd bij onze leveranciers in de regio. En we hebben eigenlijk weinig problemen hier in de regio gehad daardoor. Dus jullie hebben ook geen productiestops gehad of zo? Of echt dat je zegt van nu moeten we locaties dichtgooien? We hebben geen productiestops gehad. Wij kunnen natuurlijk wel een beetje spelen in de bouwsequence. En als materialen te laat binnen zouden komen, dat we de sequence van het bouwen omgooiden, zodat we toch door konden gaan met productie. Ja. Uiteindelijk, als je het over het hele jaar kijkt, hebben we geen impact gehad in onze output. Hey, voordat ik naar Ton de Kok ga om zijn wetenschappelijke blikken uit te vragen, wat heb jij persoonlijk hieraan overgehouden? Wat heb je hier persoonlijk van geleerd? Het was wel voor mij wel echt een hele grote crisis, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb wereldwijd moeten samenwerken met ASML mensen, met leveranciers ook. En het is vooral dus het activeren van mensen, van de juiste kennis binnen onze organisatie om problemen op te lossen. Dus zo snel mogelijk, als er een probleem is wat niet oplosbaar is binnen een paar dagen, zet er een team op om te kijken naar oplossingen en dan integraal. Dat kan zowel bij leveranciers zijn of met het land, hè, waar regelgeving geldt. Als aan onze kant, hè, kunnen we in de fabriek bijvoorbeeld dingen uitstellen, zodat we toch het passend kunnen krijgen wat er wel mogelijk is. Dus je hebt eigenlijk het bedrijf en de supply chain nog beter leren kennen misschien? Ja, nog meer mensen leren kennen en nog een beter netwerk. Zowel intern, maar ook naar onze leveranciers toe. Oké, dankjewel voor nu. Ton, jij hebt als wetenschapper ook naar deze problematiek gekeken bij ASML, bij een paar andere bedrijven. Kun jij eens aangeven wat jij vindt van de aanpak van ASML, zoals ze dat nu gedaan hebben? Nou, misschien moet ik vooropstellen dat er iets van vinden, vind ik eigenlijk te vroeg. Hè? Maar, want dan moet je eigenlijk de informatie... Maar mij was wel heel snel duidelijk, wat Piet al zei, de ProDrive brand heeft noodzakelijkerwijze gezorgd dat er een aantal structuren lagen, command structure, informatie, wat te doen als... Wij zijn dat contingency plan gaan noemen. Dat was daar. Ja? En ik wist al veel eerder van ASML hoe ongelooflijk snel zij informatie die relevant is overal vandaan kunnen krijgen. Dat is een capability die in dat bedrijf ingebakken is al langer. Want ik heb dat zelf mee mogen maken hoe snel dat kan gaan. Dus ja, ik denk... En het feit dus dat je maatregelen neemt, bijvoorbeeld resequencing, dan denk je dat doen we even. Maar dan moet je dus wel goede contact hebben tussen R&D, engineering, productie. Want hoe high-tech het ook is, dat zijn verschillende rollen. En dat is allemaal gebeurd. En dan moet je dus heel goed kijken, kan dat allemaal wel? Wat kan wel, wat kan niet? Ik weet dat we ook een typische case die wij een paar keer ook hebben gedeeld vanuit met ASML werken, is dat er gewoon een unit die wel er was
ingebouwd werd, waardoor de omgeving ervan getest kon worden, dan werd hij er weer uitgehaald. Dan kon dat door. En kon je, maar dan moest je dus dan weer, kon je diezelfde weer gebruiken om te testen. En later werd de module voor dat ding wat je net doorgeschoven had, weer toegevoegd. En daarmee verlies je geen tijd. Je verliest wel een stukje efficiency. Dat kan niet missen. Maar dus aan het eind, ja, feit, niet de output geraakt. Ja, dan heb je het goed gedaan, mijn zin. Zo'n crisis geeft een hele interessante blik op dingen die normaal misschien niet gebeuren. Zo'n brand gebeurt niet zo vaak, maar deze crisis hopen we toch ook niet nog een keer snel mee te maken. Ja. Maar wat maakt het nou voor jou als wetenschapper interessant om hier in mee te kijken? Ja, kijk, ik ben eigenlijk mijn leven lang, althans als wetenschap, bezig met onzekerheid. En eigenlijk gaandeweg krijg je in de gaten dat de manier waarop ik het meestal beschrijf met kansverdelingen, dat past lang niet overal. Het past op heel veel dingen. Ik heb heel veel van mijn werk empirisch getoetst. Maar hier is weer zo'n, noem het maar eenmalig, gebeurtenis met een enorme impact. Die je dus nooit moet willen omschrijven met een kans dat er iets zou gebeuren. Het is een zodanige complexiteit dat wij ook besloten hebben toen met het onderzoek om maar überhaupt de complexiteit in kaart te brengen zonder uitspraken te doen normatief over wat er zou moeten gebeuren. Dat moet allemaal nog gebeuren. En eigenlijk werd het mij ook weer steeds duidelijker hier. Waarom is dit interessant? Omdat je dan ontdekt, het gaat er niet om te voorspellen wat er zal gebeuren. Het gaat erom dat je leert wat je moet doen op ieder moment. Het is heel wat anders. Dus centraler komt ook iedere keer weer. Niet, wat zal er zo? Nee, wat moet je nu beslissen? En wat moet je dan beslissen? En wat natuurlijk ook belangrijk blijft is, wat je nu beslist zal een impact hebben op wat er daarna komt. Nou, die causaliteiten, ja, dat hebben we nog nauwelijks echt goed beschreven, vind ik. Er zijn natuurlijk best scholen, ook in Nederland, die veel doen met risk analysis, zoals in Delft, Alexander Verbraak zijn groep. Zijn, denk ik, zeer interessante manieren om te benaderen. En dit is een hele goede case weer om mee verder te kijken. En voor mij is het echt gewoon een reden geweest. Ik wilde zien wat er gebeurde. Ja, maar als we nou kijken, ASML is een bijzonder bedrijf natuurlijk altijd. Hè? Een heel interessant bedrijf, maar toch ook wel een beetje een bijzonder bedrijf. Dus als je dit nou vertaalt naar de andere bedrijven in de Nederlandse maakindustrie, wat zijn dan De suggesties die je bedrijven zou voorhouden? Nou, dus hoogover is dat contingency plan is echt heel belangrijk. Dus je moet, ik hoop dat iedereen nu geleerd heeft wat overkomen is. En dan voor het bedrijf zelf kijken van, als er weer zoiets komt, hoe moeten we dan een crisisteam inrichten? Wie moeten we als eerste gaan benaderen, et cetera? Dat is heel erg belangrijk. Dat is dus gewoon opschrijven, een soort, ik noem dat handboek soldaat. Ja. Crisismanagement, dat is nodig. Ik denk ook dat voor alle bedrijven moet duidelijk zijn geworden wat ICT anno 2020 vermag. Dat is veel. Dan mogen we dus ook de transactiesystemen, de ERP-systemen, hebben mijns inziens meer dan hun waarde bewezen. Het is wel zo dat er nog in dit soort situaties veel meer, noem het maar, scripts nodig zijn van, ja, de analyses die nodig zijn om te weten wat er aan de hand is. Daar is echt nog wel behoefte aan. En daarvan denk ik ook, het zou goed zijn om nog veel meer van dit soort dingen te bundelen. Er is onderzoek nu gedaan, maar eigenlijk zou je nu, hopelijk is het straks wat normaler, dat er wat tijd is om te bundelen. En dat zou de wetenschappelijke groep ook samen kunnen doen. Dat is niet het soort werk overigens wat meteen tot mooie papers leidt. Maar ik denk dat het zou mooi zijn als we ook af en toe eens nadenken over, breng het nou eerst maar eens goed in kaart en dan komt de rest vanzelf. Ja. Ja. Heb je nou, want jullie hebben naar wat meer bedrijven gekeken, dat Covimi-onderzoek onder andere. Zijn daar nou nog dingen naar boven gekomen, niet per se gerelateerd aan de ASML-context, maar waarvan je zegt van dat is ook wel interessant om nog even te benoemen? Nou, ik denk dat, misschien was bij ASML ook zo, maar dat was ook zeker bij een van de andere bedrijven, dat je er ook achter komt dat dingen ineens kritisch zijn waarvan niemand zei dat ze ooit kritisch waren. Dus dat komt een beetje bij hoe analyseer je dat. We hebben met twee logistieke bedrijven gewerkt. Daar is de problematiek natuurlijk totaal anders. Daar bleek bijvoorbeeld een van de bedrijven toch heel erg een policy te hebben van, we hebben vaste mensen in dienst. Nou, dan heb je meer last van het instorten van je omzet dan als je andere bedrijven policy heeft van flexibele arbeidskrachten. Dus dat scheelt. Ik heb ook nog wel meer bedrijven buiten project gesproken en wat mij opviel, dat was zowel in de semiconductor-industrie als ook in, laten we zeggen, het handmatige assemblagewerk. Daar is daar gigantisch veel gedaan aan relayouting. En daar is de impact dus echt behoorlijk op productie. Want daar zie je gewoon, als je afstand moet houden op een productielijn waar je normaal gesproken naast elkaar groenten staat te snijden bijvoorbeeld en die uiteindelijk in een zakje gaat.
Ja, dan moet je de afstanden groter maken. En dan moet je dus echt gaan nadenken over meer ploegensystemen die je anders niet had. Als je dat niet doet, dan heb je veel coronagevallen. Ja, want dan heb je ofwel al die mensen ziek. Ja. Of, hè, dus daar is de impact. Dus eigenlijk in het, laten we zeggen, het meer low-tech productieomgevingen is de impact veel groter geweest. En daar moest men allerlei creatieve ideeën om op met de vierkante meters die men nog had, om het allemaal slim neer te zetten. Dus daar, ja. Ik ga even terug naar Piet. Hè. Als ik jullie verhaal zo hoor, en ik heb dat al wat vaker gehoord, dan begrijp ik me toch ook een beetje het gevoel van, nou, voor een heel deel was hoe jullie het hebben aangepakt, zat al in de onderneming zelf. Hè. Er was al een contingency plan. Dus kan je eens aangeven in hoeverre deze crisis voor jullie nou ja, een soort going concern was? En in hoeverre was het nou echt bijzonder? Wat is daar een verschil? Bijzonder. Dus ik heb op een gegeven moment een periode elke dag aan de ExCom-leden moeten uitrapporteren met de status van onze supply chain. En, dat is normaal niet zo? Dat is normaal niet zo, nee. Dus dat is heel bijzonder om het zo maar te zeggen. Dus, en we hadden natuurlijk ook onze eigen fabrieken, waar ook natuurlijk ziekteverzuim was. Hè. Dat speelde allemaal. Dus ik had de supply chain crisis team, maar er waren nog andere crisis die voor onze eigen mensen en voor onze klanten natuurlijk ook nog in place. Het was echt anders. We hebben ook een aantal dingen, dimensies die ik er nooit gezien had. Ik heb bijvoorbeeld wel een geluk dat wij hadden onze demand bleef staan. Hè. We hadden nog steeds sales. Andere industrieën die vielen neer. Nou goed, daar kon ik ook voor een deel gebruik van maken. Want heel veel van de leveranciers zijn leveren aan de automotive, leveren aan military, leveren aan healthcare. Automotive viel weg. Dus daar kun je die capaciteit kon ik gebruiken. Ook al was er maar een gereduceerde workforce bij de bedrijven. Maar military bijvoorbeeld heeft het voordeel weer. Die werden snel weer vrijgegeven. Omdat daar militaire belangen speelden. En die bedrijven kregen eerder weer permission om door te gaan met productie. En dan konden wij weer meeliften. En dat geldt voor healthcare. Dus daarmee zit je als Sebicon een beetje in een soort toevalligheid. Dat je mee kunt liften aan de ene kant. Anders had gebruik kunt maken van de terugvallende demand voor een andere industrie. Oké, dankjewel. Ton, wil jij daar nog even op reageren? Wat was nou... Zie je nou dingen die bedrijven bijna natuurlijk oppakken? Hè? Misschien wel in een bijzondere context? Of zeg je van, nou ja, dit was toch wel vrij apart wat we hier hebben meegemaakt? Het was apart. Ja, want in het in kaart brengen van wat gebeurt er nou als er zo'n pandemie plaatsvindt, dat is toch even wat anders dan een ash cloud of een tsunami in Japan. Hè? Dus tsunami was voor ASML ook al een big thing, zonder meer. Maar hier is alles geraakt aan alle kanten. En daar kwam dus een ongelooflijke creativiteit bij kijken van de bedrijven. Dus je kan in dat opzicht. Het heeft omzet geraakt, het heeft personeel geraakt, het heeft je hele manier waarop je dingen doet geraakt. Grootschalige, laten we zeggen, verhuizing naar huis van alles wat indirect was en het mocht. En dat doen we nu nog steeds. Ja, dat zijn toch dingen. Ja, dus in abstractum kun je natuurlijk zeggen, nou, ik geef er een X of een Y aan en dan kunnen we wel iets omschrijven. En dat zal ook wel. Maar als je nou echt kijkt van hoe was dit anders? Dit was heel anders. En het was dus ook heel verschillend voor verschillende bedrijven in verschillende takken. En dat zien we nu nog. Laat me wel wezen, als jij een supermarkt bent, dan heb je een gouden jaar achter de rug. En alle andere winkels, nou kortom, dat is maar een voorbeeld dat iedereen kent. Ja, dus dat maakt het dus uitermate bijzonder. En daarom is het ook uitermate interessant om te zien wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal. Nou ja, dus dat moeten we ook denk ik vooral vasthouden. Dat we, hè, ook al zeg je van ja, uiteindelijk aan het eind van de streep geen impact op de bottom line of noem maar op. Toch wel belangrijk om vast te houden van wat hebben we nou eigenlijk meegemaakt. Nou ja, en de maakindustrie als geheel heeft wel klappen gehad. Dus het is echt, dus ASML kan zeggen, wij hebben het beste jaar ooit gehad. Met heel hard werken. Met hard werken, zonder meer. En met veel, kennis en kunde om dit allemaal klaar te spelen, maar tegelijkertijd is er een andere onderdelen van de maakindustrie en ook inclusief ook een van die logistieke bedrijven, die hebben toch een behoorlijke optater gehad van deze crisis. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Dankjewel Ton, dankjewel Piet. Prettige dag nog. Ja, niks gelijks.